morning allemaal. Oh, het is zo groen, joh. Meid, het is helemaal groen voor mij. Goed dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag volgens mij. Ja, woensdag. Leuk dat je er bent. Oké, guys. Ik ga natuurlijk naar school toe. Ik moet wel de woensdagvideo nog een beetje afediten. En ik moet zeg maar de voice-over doen. De voice-over. Dus dan moet je praten. Nou, op school is het natuurlijk zo druk. Dus ik moet ergens een stil plekje gaan vinden waar ik dat kan doen. Dus dat is het enige van vandaag een beetje. Vlog staat voor... Die staat ready. Zo ga ik eigenlijk iedere dag het rijtje af van wat moet ik vandaag plaatsen, wat moet ik doen. Zo, ik ben op school. Ik moest echt opeens super erg haasten. Ik ging nog even naar de supermarkt, had ik even wat drinken gehaald, wat broodjes. Maar ik moest zo lang wachten bij die statiegeldautomaten. Er staan nu rijen. Met mensen met vuilniszakken, letterlijk. Met blikjes en kleine flesjes en grote flessen. En sommige mensen zijn zo dom. Ja, sorry dat ik het nu even zeg hoor, maar echt. Dan staat, doen ze letterlijk een halfvol flesje doen ze in dat automaat. Maar er zit nogal allemaal drinken in. En maar 4-5 keer opnieuw erin doen. Want ze denken dat het dan wel gaat lukken. Er staat letterlijk op het schermpje fles te vol. En dan gaan ze het alsnog proberen. Ja, weet je, ik vind dat heel dom. En dan gaan ze raar achterover kijken van, nou hè, kind, je moet dat legen. Iedereen deed zo. Legen. Rampli. Legen. Maar nee hoor, poesé in dat ding. Nou, ik dacht dat het niet goed werd. En de woensdag zit er alweer op. Ja. Zo weer grappig. Een dag. Ja, weer een dag. Weer. Ja, ik vind het leuk, want toen open ik de vlog en dan heb ik eigenlijk niet zoveel gevlogd, want we zijn continu bezig. En dan kom ik opeens, het is nu al 4:15. We hebben ook helemaal geen kleine leuke pauzentjes. We hebben helemaal geen pauze meer. Het is allemaal achter elkaar door. En dat helpt even. Ik moet lesgeven jongens, vanavond de laatste keer voor dit seizoen. Oh, lekker. Ja, en dan ben ik klaar met lesgeven ook weer even. Hey. Nou, de laatste keer dat ik weer heel even langs deze heg loop en naar mijn oma toe ga. Want de lesgevingsideeën zijn straks even klaar. Dan pas weer in september. Of eind augustus zoiets, als de scholen weer open gaan. Dus, nou, dat gaat dan opeens snel, hè, allemaal weer. Dan merk je echt wel dat we helemaal, dat we eigenlijk een beetje al bij het einde zijn. Vogels sluiten, ik ga even wat eten. En daarna lekker lesgeven dus, ja. Trouwens jongens, ik was iets vergeten op te nemen voor de woensdagvideo. Ik balen. Maar dat moet ik dus vanavond even doen in de tuin. Moet ik even een scène doen dat ik een soort van slaap in de tuin. Ja, klinkt gek hoor. Maar als je de video kijkt, als jullie dit zien, staat die online. Dus dan kan je het zien wat ik bedoel. Nee, ik ga hem pakken die spullen. Hij is heel groot. Oh, als Charlene dit ziet, die gaat gillen. Of hoe noemen ze zelf? Wolfspin. Een beetje. Echt een spin. Kom maar. Waarom vang jij dit? Wacht! Hoe moet ik dit nu pakken? Ja, gewoon pakken. Maak hem nou gewoon dood. Nee, hij gaat eruit lopen straks. Nee hoor. Nee, kom maar. Kijk uit hier nou, ja. Kijk uit. Hier. Dat ga je slaan. Ik ben wel bewijs dat hij buiten ligt. Hier gewoon in. Uitgevallen. Ja. Loopt hij daar? Ja, hij loopt nu in het gras, denk ik. Oh. Maar ik heb hem niet zien vallen, dus dan moet hij heel snel gevallen zijn. Zit hij hier misschien nog aan? Ik heb hem in het gras neergegooid. Hier zit hij in. Lien is net op tijd weg, want er was zo'n grote spin. Nou, dat had jij niet leuk gevonden hoor. Dan was ik nu dood, denk ik, want ik kan dat niet aan. We zitten hier in een soort van oase aan spullen. Het is heel druk hier. Het is heel druk. Ik kan het ook niet aan.
Wie doen ze het met je belly? Met je buik? Goed. Ja? Gaat het vullen? Ik heb vandaag de geslachtsecho. Oh, eng. Ja. Zaterdag. Zaterdag. Wow. Maar zou voor mij toch geen verrassing zijn? Hoezo niet? Nou, omdat 99,9% al weet wat het is. Oké. Leuk. Hey jongens, ik kom net van huis geven. Mijn oma heeft hem even afgezet, want dan ga ik altijd even het laatste stukje fietsen naar huis. Anders moet ik morgenochtend gaan lopen, weet je wel, naar het station. En ik heb net lekker les gegeven, was super chaotisch, super leuk. Ik heb allemaal lieve dingetjes gekregen van mijn groepen. Dus dat vind ik wel heel erg lief natuurlijk. En nu een beetje zen hoor jongens, ik ben helemaal gaar. Ik ga nu naar huis fietsen. Nou, in ieder geval even niet meer lesgeven. Dat vind ik wel lekker hoor. Ik vind het heel leuk altijd lesgeven. En, maar dan is het ook wel weer... Ik merk gewoon dat de rek eruit is. De meesten denken van nou, ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer in. Dat zie je heel erg hoor. Is oké hoor. Maar dan merk je gewoon dat het klaar is. En dat is het nu. Dus dat is voor hun lekker. Voor mij ook lekker. En dan volgend seizoen weer fris aan de gang. Oh, ik moet vanavond nog een stukje opnemen van mijn video. Oh, moet ik ook nog doen. Ik ga even lekker kwark eten. Mijn kwark is 28 juni, dat is het vandaag. Toch? Ja, dat is het vandaag. Dus ik moet even dat opeten, anders dan gaat het helemaal misschien niet goed. Ik heb er trouwens nog één in de koelkast liggen. Ja, die eet ik dan maar morgen. Ik hoop dat het dan nog allemaal net goed is. Ik denk... Zou dat kwaad kunnen? Nee, toch? Het zit in de koelkast, helemaal dicht en bepakt. En ik heb hier lekker nog wat bramen, die kan ik erin gooien. Ik heb nog aardbeien. Weet je, lekker er allemaal doorheen knallen. Dan heb ik toch een lekkere maal. En daarna ga ik even dat filmpje opnemen. Of dat stukje voor de YouTube video. Ik ben weer lekker bezig plannen. En ik heb dingetjes gedaan. En deze heb ik van in mijn les gekregen, jongens. Een leuk waaiertje. En een hele lieve kaart. En balletschoentjes. Ik heb zulke leuke dingetjes gekregen. Dus die wil ik eigenlijk ook even met een batterijtje. Kan ik dit gewoon lekker zo doen? Hoe lekker is dit? Zo, lekker met die smoel. Waanzinnig. Ik heb mijn kwark halverwege opgekregen. Ik heb dat doosje aardbeien wel helemaal op kunnen eten. En die bramen. dus ik heb het in de koelkast staan. En ik denk dat morgenochtend toch nog wel goed is. Nou ja, ik doe het er maar mee. Ik eet het maar gewoon op. Ik ga nu even die video opnemen dat ik buiten ga slapen als het ware. En ik zie allemaal buiten allemaal spinnen. Dus ik weet niet of ik er nou zoveel zin in heb. Hele grote spin hier. We hebben... Oh, het heeft een beetje geregend zelfs. Oké. Doe ik even het licht aan. Iedereen slaapt natuurlijk. Ik krijg weer een beetje die jachtseizoen vibes. Weet je wel dat ik dat moest opnemen? In het donker, heel eng. En dan ga ik doen alsof ik hier zo lekker ga slapen. Zo leuk voor de video. Dus ik ga even de video opnemen. Tot zo. Yeah, opgenomen. Oké, daar. Ik ga de vlog afsluiten. Dit was het voor vandaag. Morgen zijn we er weer. En dan is het weer een hele leuke nieuwe dag. En we zien wel wat het gaat brengen morgen. We gaan het zien. Ik ga eerst slapen. Tot morgen. Dag.